Welkom Ram bij jullie maandreading voor de maand juli 2022. Dit is een reading voor iedereen die Ram in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. En natuurlijk ook voor degenen die te maken hebben met een Ram in hun leven en graag die reading willen bekijken. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem daarom mee wat past bij je situatie en laat de rest achterwege. Je zult snel genoeg doorhebben of dit een reading is die past bij jou of niet. Bekijk dan ook eens een andere reading. En ja, resoneer dit met je situatie, dan geef me alsjeblieft een like. En abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En druk op die bel, hè, zodat jullie kunnen zien wanneer ik een volgende reading post. Ik was al bezig met jullie reading en de video is uitgevallen. Dus ik heb de kaarten laten liggen. Ik was zojuist bezig met verklaren, maar ik ga gewoon opnieuw beginnen. En ik zal jullie laten zien welke kaarten er voor jullie zijn uitgekomen. Van het elfenorakel hebben wij de kaart Vraag om hulp, Ram. Engelen zijn hemelse wezens die iedereen beschermen. En de elfen vertellen je nu dat het tijd is de hulp van je engelen te vragen in deze situatie. Dus vraag hulp. Van het antwoorden, engelen antwoorden deck. Ja, had ik jullie dus gevraagd om een vraag in gedachten te nemen. En het antwoord wat eruit kwam is binnen een paar maanden. Dus binnen een paar maanden zal er wellicht de verandering zijn in je situatie. En van de Spirit of the Animals kwam er de kaart Ram uit. Heel toepasselijk. En dit staat voor doorzettingsvermogen, Ram. You have many gifts. Je hebt veel talenten, veel kwaliteiten. No problem can withstand the power of your mind. Er is geen probleem wat op kan tegen de kracht van jouw gedachten. Met geduld kun jij de hoogste bergtop bereiken. Geef nooit op en geluk zal volgen. Dus je staat in je eigen kracht. De animal spirit die bij jou past voor de maand juli is de ram. Je eigen kracht. Voor de tarot hebben wij als eerste kaart de schildknaap van pentakels. Die eruit kwam. Daarna hadden we de vijf van pentakels, ram. En de staven zes. Vervolgens de zon. Mooiste kaart uit het deck. We hebben de keizerin en we hebben de koning van zwaarden. De keizerin en de koning van zwaarden kwamen tegelijkertijd eruit, dus die heb ik hier ook samen neergelegd. Dan hebben we een kelke 4. En onder op het dek als algemene energie hebben wij de hoge priester, de paus van de tarot als algemene energie. Dus ik heb het gevoel dat je inderdaad na aan het denken bent over de zingeving van het leven. Die hoge priester, dit kan staan voor contracten, voor instituten, voor systemen. Dit staat voor het huwelijk. Kan dit staan? Dit is iemand die hele sterke traditionele waarden en normen heeft. Alles wil doen volgens het boekje. Zoals ik zei, de paus van de tarot. Dit is iemand die heel spiritueel of religieus kan zijn. Iemand die ook anderen van advies kan voorzien. En deze kaart kan ook staan voor onderwijs. De hoge priester. En dit is jullie algemene energie. Ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met een connectie die je hebt in de liefde. Maar het kan ook te maken hebben met werk voor sommigen van jullie. En met de kaarten die hier lagen. Ik heb de hoge priester verklaard. En daar hadden wij voor de hoge priester de koningin van kelken. De krachtkaart. En we hebben de kelken 6. Dus ik heb het gevoel dat je te maken hebt met een connectie vanuit het verleden. Of met een soulmate energie. Je hebt misschien het gevoel dat iemand die je hebt leren kennen je soulmate is. Met de kelken 6. Maar dit is ook iemand die je die je lang kent. Vanuit je kindertijd wellicht. Iemand die het kinderlijke in jou naar boven brengt. Ram, iemand die heel zorgzaam is. Je kunt te maken hebben met een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen of een leeuw met die krachtkaart. Dit is iemand die heel zorgzaam is, heel veel liefde te geven heeft. Heel haar liefde graag aan anderen geeft en soms zichzelf vergeet.
iemand die heel empathisch is en ook net als de hoge priester spiritueel kan zijn. De hoge priester, ja, dat spreekt dan ook van een geloof, religie, een sterke religie. Je kunt te maken hebben met iemand die verschilt van religie. Dus een andere religie heeft als jou of een ander geloof heeft. Iemand die bijvoorbeeld heel spiritueel is terwijl jij heel gelovig bent, heel religieus bent. Iemand die een andere opvoeding heeft gehad. Andere waarden en normen heeft. Een andere mentaliteit heeft. Op een andere plek opgegroeid is. Maar je hebt te maken met iemand die heel empathisch is. Heel begripvol. Heel behulpzaam. En dit kan inderdaad het gevoel zijn van een soulmate energie. En ik heb het gevoel dat je deze persoon ziet als iemand om wellicht in het huwelijk mee te stappen. Omdat dit de algemene energie is. Voor sommigen van jullie kan dit ook te maken hebben met een huwelijk. Ik was zojuist bezig met het verklaren van de pentakels 5. Een gevoel van buitengesloten zijn. Een gevoel van eenzaamheid. Een gevoel dat er een gemis is, een te weinig van iets. En dit kan ook weer met geldzaken te maken hebben. Het kan beide kanten op. Voor sommigen van jullie zal dit resoneren met je werksituatie, waar je een overwinning in wil behalen met de staven 6. Voor anderen heeft het te maken met een, iemand waar je een langetermijnrelatie mee ziet. Of wellicht al een langetermijnconnectie mee hebt. Een huwelijk, een contract wat afgesloten is. De pentakels 5 werd verklaard door de ridder van staven en de pentakels 2. Ik heb het gevoel dat je je alleen gelaten voelt. Je hebt te maken met iemand die inderdaad 2 situaties of 2 personen juggelt met die pentakels 2. Geen keuze kan maken. In en uit energie met die ridder van staven. Dit kan ook jouw energie zijn. Je kunt heel veel passie voelen voor deze persoon. En inderdaad, dit kan ook een inconsistente energie zijn. Iemand die impulsief is. Zoals ik zei, in en uit het avontuur wil aangaan. Een relatie die vooral gericht is op passie en lust in eerste instantie. En ik heb het gevoel dat jij deze persoon zag als iemand om iets stabiels mee te beginnen. Dus je was elkaar misschien net aan het leren kennen met die schildknaap van pentakels. Dit kan ook weer staan voor scholing. Net zoals de hoge priester. Dus het kan ook zijn dat je inderdaad naast je werk een scholing aan het volgen bent. Een opleiding aan het volgen bent. Een cursus aan het volgen bent. Om inderdaad je talenten, je skills te verbeteren. Beter te worden in hetgeen wat je doet. Of totale omscholing. Omdat je het gevoel hebt dat je bijvoorbeeld niet betaald wordt naar je kwaliteiten. En je wil een overwinning behalen. Je wil succes behalen. Je wil overvloed en je hebt een nieuw idee op het gebied van werk. Want we hebben hier ook de keizerin liggen. En dit heeft alles te maken met de geboorte van een kind of de geboorte van een nieuw zakelijk plan. Je kunt het gevoel hebben in mijn huidige situatie. Dit is niet waar ik mijn doel mee ga bereiken. Dit is niet wat ik voor ogen had. Ook misschien van jongs af aan wat je voor ogen had. Dus je kunt je misschien ondergewaardeerd voelen, heb ik het gevoel, op je werk. En dan met die zonkaart hier, weet dat er inderdaad succes en overvloed op je wacht. Maar we gaan die kaart eigenlijk nog verklaren. In de liefde heb ik het gevoel dat je inderdaad een aanbod hebt gedaan aan iemand. Dit was iemand met wie je pas contact had. Het was een klein aanbod, maar je zag wel een toekomst met deze persoon. Iets stabiels, iets voor de lange termijn. En uiteindelijk ben je teleurgesteld. Ik heb het gevoel dat deze persoon jouw liefde niet heeft aangenomen. Of jou niet zag of heeft afgewezen met de kelken 4. En dat je je daardoor inderdaad afgewezen voelde, alleen voelt. Deze persoon voelt dus niet hetzelfde als wat ik voel. En deze persoon is wellicht samen met iemand anders. Want we hebben hier de keizerin samen met de koning van zwaarden. En deze kwamen er natuurlijk niet voor niets samen uit. Dus je kunt te maken hebben gehad met iemand die al een langetermijnrelatie had. Of wellicht getrouwd was. Want de keizerin is een hele moederlijke, zorgzame persoonlijkheid. Iemand met een groot hart. Dit kan iemand zijn die kinderen heeft.
met iemand. En het kan dan weer een luchtteken zijn. Tweelingweegschaal waterman. Iemand die wat koud en kil is, kan overkomen. Iemand die emotioneel misschien niet datgene aan haar of hem gaf in een relatie. En ja, misschien is die keizerin, want het is iemand die een hele mooie verschijning is, opvalt tussen anderen. Qua schoonheid, maar niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Dit is iemand die zelfverzekerdheid uitstraalt. Iemand die stabiliteit uitstraalt. Groei. Ja, een aantrekkelijke dame. Het kan natuurlijk ook een heer zijn. En ik heb het gevoel dat deze persoon inderdaad misschien buiten de deur is gaan zoeken. En ja, op zoek was naar iemand om inderdaad die passie mee te delen. En vandaar die ridder van staven, boogschutter energie. Maar twee pentakels, balans proberen te vinden in een situatie. En dit heeft jou een gevoel gegeven van inderdaad in de kou te staan. Je aanbod is niet geaccepteerd om een lange termijn relatie aan te gaan. Maar je wil een overwinning behalen. Je hoopt dat deze persoon jou gaat verkiezen boven de partner die hiernaast ligt, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier die staven 6 voor de ram? Staven 10. Ja, deze connectie, dit brengt een hoop last met zich mee. Het kan zijn dat die situatie je letterlijk heeft uitgeput. Het kan ook zijn dat je, als het gaat om een werksituatie, ja, echt al je kracht, al je energie ergens ingestopt hebt. En inderdaad, je voelt je ondergewaardeerd. Je krijgt geen erkenning voor datgene wat je hebt gedaan, voor je talent. Je wordt niet betaald naar wat je allemaal hebt gedaan op het werk. En het is nu tijd om die lasten los te laten en een overwinning te behalen. Je wil die lasten loslaten, maar ik heb ook het gevoel dat jullie die lasten los gaan laten. Er komt iets binnen. Er komt helderheid, balans in je situatie, wat je heel gelukkig gaat maken met die zonkaart hier. En je gaat een overwinning behalen. Nog een kaart voor de staven 6 voor ram. Staven 6. Staven 6 voor de ram. Gematigheid. Ja, dit is een situatie die lang geduurd kan hebben. Een werkplek waar je wellicht heel lang gewerkt hebt. Je hebt water bij de wijn gedaan. Je hebt je alles gegeven. Je hebt geduld gehad in de situatie. Maar het put je uit. Zowel fysiek als mentaal heb ik het gevoel. En vooral fysiek hier. Je hebt het gevoel in de kou te staan. En je wilt balans in de situatie. Want het is, ja, die staven 10, dat kan ook letterlijk staan. Echt voor een burn-out hebben. En met die gematigheid kaart erlangs. Ter verklaring van de staven 6 heb ik het gevoel dat je gezondheid ook beter. Je gaat je beter in je vel voelen. En ook met de zonkaart verbeterde gezondheid. En je gaat minder hooi op je vork nemen. Er komt iets binnen inderdaad waar je inderdaad, ja, een soort van geluk en ook een bevrijding van een situatie. Je kan die lasten loslaten. Je gaat weglopen van een bepaalde situatie wat emotioneel kan zijn. Maar je hebt het gevoel, ik moet nu actie ondernemen. Ik moet nu mijn rug keren naar deze situatie. En ik wandel naar mijn geluk, heb ik het gevoel. En ik heb het gevoel dat jullie dat alleen gaan doen. Want daaronder lag de kelken 9 en dat is een single energie. Waarom ligt hier die zon? Het kan zijn, Ram, dat je inderdaad een beter aanbod binnen gaat krijgen. Met die schildknaap van pentakels. Het kan zijn dat je een boodschap krijgt. Als het gaat om liefde, kan het inderdaad ook zijn dat je een boodschap binnenkrijgt, waardoor het misschien aan het licht komt. Duidelijkheid komt in de situatie met deze persoon waar je mee te maken hebt, waar je een toekomst mee ziet. Iemand die je ziet als, ja, iemand om een relatie voor de lange termijn mee te hebben. En het kan zijn dat er aan het licht gaat komen dat deze persoon inderdaad al een relatie heeft, al getrouwd is. Waarom ligt hier die zon? Want de zon brengt duidelijkheid. De zon schijnt een licht op zaken. En we hebben hier die boodschapper met de schildknaap van pentakels. Waarom ligt die zon hier? Voor ram. De zon.
wordt verklaard door de ridder van zwaarden. De zon wordt verklaard door de ridder van zwaarden. De zon, universum. Nog een kaart voor de zon. En de doodkaart. Schorpioen, energie en luchtenergie. Tweeling, weegschaal, waterman. Met die keizerin hebben we hele sterke stier, weegschaal, energie. We hebben leeuwenergie. Echt drie kaarten. Leeuwenergie, boogschutterenergie, twee keer. Dus dat is allemaal vuurenergie. Dat is jullie eigen energie ook. Ja, er gaat een einde plaatsvinden. En er kan er nog een conflict ontstaan. Wanneer er inderdaad een boodschap binnen gaat komen, ga je de waarheid spreken. En met de zwaarden, de ridder van zwaarden is een onrustige energie. Dus die situatie geeft je onrust. En ja, emoties kunnen hoog oplopen. Er kunnen misschien harde woorden gesproken worden. En dit kan van jouw kant uitkomen of van de ander. Maar ik heb meer het gevoel dat dit van jouw kant uit gaat komen. En dat dit een reactie is op een boodschap die naar binnen gaat komen. En een einde, een transformatie van de situatie. Die boodschap brengt een einde en een nieuw begin. En dit nieuwe begin, dit brengt jouw geluk. En we hadden hier die engelen antwoorden kaart. Binnen een paar maanden. En onder op het dek, ja, dat hebben jullie nou niet gezien, maar onder op het dek lag de kaart, er is iets beters. En dat bedenk ik me nu net. Waarom ligt hier die keizerin? Ja, en dan komt de koning van pentakels. En dit is voor mij de koning van pentakels, een gezinsman, iemand die getrouwd is. Dus ik heb het gevoel, je persoon is gebonden. De persoon waar je mee te maken hebt. En je kunt het gevoel hebben dat je persoon soms afstandelijk was in het contact. Emotioneel niet erbij was met hem, zijn of haar hoofd. En dit kan ermee te maken hebben inderdaad dat deze persoon in een connectie zit. Kelke 4 voor de ram. Kelke 4, waarom ligt hier de kelke 4? Ja, een afwijzing. Ja, je hebt deze persoon, je hebt je emoties, je gevoelens wellicht geuit naar deze persoon toe. Je hebt misschien een leuke tijd gehad met deze persoon, een tijd van vluchten. Ja, romantiek hangt in de lucht, het is een hele luchtige sfeer. Dus ik heb wel het gevoel dat het iemand is die je nog niet heel lang kent eigenlijk. Maar dit voelt gelijk goed voor jou. Dit voelde als een soulmate energie. Deze persoon liet je lachen, bracht weer die kinderlijke energie naar buiten. En je zag inderdaad wel iets voor de toekomst. Maar uiteindelijk heeft dit geleid tot een afwijzing. Waarom ligt hier die schildknaap van pentakels? Of dit al gebeurd is, dit kan allemaal nog gaan komen in de maand juli. Dus hou dat in je achterhoofd. Het kan ook zijn dat je deze persoon nog gaat leren kennen. Maar ik heb het gevoel dat, dat jullie deze persoon wel al kennen. Dat het wel al een connectie van je is, want we hebben die kelke 6. En dit is nostalgie over het verleden, terugdenken, de herinneringen tussen twee mensen. En voor de schildknaap van pentakels hebben we de zware 8. Ja, je komt tot het besef, inderdaad tot deze connectie. Een illusie was misschien, de zware 8 is een illusie van vast te zitten in een bepaalde situatie, niet uit een bepaalde situatie los te komen. Dit is uitgaan van het ergste. En de boodschap die binnenkomt kan jou inderdaad dat gevoel geven, niet te weten wat te doen. Daarom ligt hier die schildknaap van pentakels. Ja, we hebben hier de keizer. Dus we hebben de keizerin en de keizer hier liggen. Dit is een hele beschermende figuur. Iemand die de controle wil houden, die de leiding wil nemen. Dit kan ook jullie energie zijn, hè? Dit is ramenergie. Op het gebied van werk inderdaad ga je de leiding nemen, je gaat de controle terugnemen, je gaat uit die 8 van zwaarde energie, een energie van het gevoel hebben vast te zitten, daar ga je uitbreken doordat je inderdaad na hebt gedacht, welke stappen moet ik zetten?
En je gaat die controle terugnemen. Dit kan ook een leidinggevende figuur zijn, waardoor je inderdaad het gevoel hebt vast te zitten in een bepaalde situatie. Deze persoon werkt misschien niet met je mee. En dit kan ook iemand zijn die jou juist helpt. Iemand die jou advies geeft in een bepaalde situatie, waardoor je uit die acht van zwaarden energie komt. Maar in de liefde inderdaad, deze kaart verklaart de boodschap die er binnen gaat komen. Of de boodschap die jij hebt gegeven aan iemand of gaat geven nog aan iemand die je leert kennen. Die soulmate energie. Je gaat actie ondernemen hierop. Je hebt het gevoel vast te zitten in een bepaalde situatie. Je ziet de situatie is misschien een... Ja, je maakt jezelf illusies. Je gaat misschien van het ergste uit. En toch ga je dat aanbod doen. Iets wat kan leiden tot stabiliteit. Je gaat de leiding nemen in die situatie. En misschien heb je al een advies gekregen van iemand op dat moment. Als het gaat om deze connectie. Wat is een eventuele uitkomst voor de ram in deze situatie? Uitkomst voor ram in deze situatie die we hier hebben liggen. Er gaat communicatie plaatsvinden, ram, heb ik het gevoel. We hebben hier een koningin van zwaarden. Dit kan jullie energie zijn, tweelingweegschaal waterman. In je kracht staan. Dit is iemand met een scherpe tong. Iemand die veel ervaring heeft opgedaan in het leven. En heel goed weet wat goed voor haar is en wat niet. En ja, ik heb het gevoel dat je echt je afgewezen hebt gevoeld. Of gaat voelen in deze connectie. Omdat er inderdaad dingen aan het licht komen. Dat je persoon met wie je een toekomst zag wellicht... Ja, een lange termijn relatie of getrouwd is of een gezin heeft. Dus je bent afstandelijk, je trekt je emotioneel terug van deze persoon. Maar je staat wel open voor communicatie, want je wil wel duidelijkheid krijgen. En je wil wel weten waarom deze persoon dit voor jou verborgen heeft gehouden. En kijk, we hebben hier die duivelenergie. Die duivel, dat kan een blokkade zijn inderdaad. Ongezonde gewoontes. Het kan zijn dat je zelf nogal geobsedeerd bent door deze persoon. En deze persoon niet kan loslaten omdat je zo'n sterk gevoel hebt. Nog een kaart voor de uitkomst vooral. En dan wil ik die duivel verklaren. Ja, kijk, je bent hierop gefocust en dit is een wensvervulling. Staven 4. En dit is ook weer het huwelijk. Het tillen van je relatie naar een volgend level. Dus dit is een stabiele basis. Een gezin, een huis houden. Je roots. Wensvervulling. Dus ik heb het gevoel dat je Ram zelf in die energie van de steenbok zet hier. Met de duivel. En ja, misschien obsessief blijft vasthouden aan deze persoon. En je staat dan ook open voor communicatie. Dit is nog niet afgelopen voor jou, heb ik het gevoel. Maar met de staven 4 in de uitkomst. Dit zegt me wel inderdaad dat ja, er een gelukkige uitkomst zal zijn. En zeker met die zonkaart die we hier hebben liggen. Duidelijkheid. Waarom ligt hier die duivelenergie? De duivel. Dit kan ook iemand zijn die de controle wil houden. Manipulatief is. Obsessief, ongezonde gewoontes, gebaseerd acties, gebaseerd op ego. En met die staven 6, dit kan ook een kaart zijn van ego. Je wil binnen in deze situatie. Waarom ligt hier de duivel? Ja, vol blijven houden, vast blijven houden. Met de staven 9, dit is de gewonde strijder. Welke obstakels, problemen je ook moet overwinnen, je blijft hieraan vasthouden. Ook al puddet je totaal uit... En ik heb het gevoel dat er iets beters komt. Die overwinning die hier ligt met de staven 6. Want bij de overwinning, deze werd verklaard door de staven 10. En je hebt hier de staven 9 in de uitkomst. De staven 10 is loslaten van die last. Dus waarom die duivel hier nog in de uitkomst ligt.
de duivel. Ja, dit is het plaatje wat je voor je ziet. De kelken 10, Happily Ever After. En dat is waar je aan blijft vasthouden. Je wil die controle blijven houden. Het is misschien ook, je wil niet dat je, ja, je bent aangetast in je trots eigenlijk. Doordat je erachter komt dat deze persoon inderdaad een lange termijn relatie heeft. Maar ik heb het gevoel dat je alles in het werk gaat stellen om deze persoon om te praten. En de koningin van zwaarden is iemand die de situatie misschien niet vertrouwt. Maar iemand die wel open staat voor nieuwe levenservaringen. Iemand die open staat voor communicatie en ook heel goed is in communiceren. Dus en heel intelligent is. Dus ik heb het gevoel dat je inderdaad ook heel erg planmatig, gestructureerd gaat communiceren naar deze persoon. Je gaat alles benaderen vanuit het verstand. Om inderdaad toch met deze persoon verder te kunnen. Want je ziet die toekomst. Waarom ligt hier die staven 4? Maar Ram, we hadden net onder op het dek liggen. Er is iets beters. Dus hou dat alsjeblieft in je achterhoofd. Staven 4. Waarom ligt hier de staven 4? Ja, dit is vast blijven houden aan het verleden. Je focussen op het verleden. Op het verdriet. Op spijt. Je depressief voelen. Niet lekker in je vel voelen. En het gaat hier om een samenwerking. Je wil samenwerken met deze persoon. Je wil een samenwerking met deze persoon. En het kan ook zo zijn dat de rollen omgedraaid zijn. En dat deze situatie voor jou geldt. Dat jij deze persoon met iemand anders hebt gejuggeld. En eigenlijk al een relatie had. En dit is de persoon waar je dus inderdaad een slippertje mee hebt gemaakt. Of wat dan ook. En je hebt nu het gevoel inderdaad vast te zetten in die bepaalde situatie. En belangrijk voor jou is je tradities, je waarden en normen. En je bent misschien, je hebt misschien een fout gemaakt om inderdaad te gaan voor passie, voor de lust met die ridder van staven. En want dit kan ook inderdaad verslavingen, ongezonde gewoontes. Het kan ook met seks te maken hebben, met lust te maken hebben, controle willen houden, met ego te maken hebben. En ja, draai de rollen om zoals het resoneert. Dit kan ook jouw energie zijn en je kunt spijt hebben van die dingen die je gedaan hebt in het verleden. En je wil werken aan de relatie met de persoon waar je al mee in een huwelijk of in een lange termijn relatie zit. De 3 van Pentakels is samen teamwork naar een gezamenlijk doel toe werken. Erkenning krijgen van de ander. En het doel is inderdaad die wensvervulling. Een serieuze, stabiele relatie. Goed nieuws heeft het mee te maken. Geluk, een wens die in vervulling gaat. Dus ja, Ram, ik heb het gevoel dat jullie daar echt heel erg aan vast blijven houden. En dat je ook echt, heel gestructureerd bedenkt van tevoren. Wat ga ik zeggen? Hoe ga ik communiceren? Je gebruikt echt je intelligentie. En hoe jullie hiermee omgaan met deze reading. En inderdaad, hoe het past bij je situatie. Welke keuzes die je maakt, dat zijn natuurlijk je eigen keuzes die je kunt maken. Maar weet, ja, de duivel is over het algemeen niet een hele gezonde energie. Het kan allemaal niet zo dramatisch zijn als dat ik het nu hier voorleg. Maar inderdaad, probeer inderdaad te handelen vanuit integriteit. En vanuit je hart, volg je hart, volg je intuïtie. En doe wat volgens jou goed is. Kijk, we hebben hieronder op het dek de zwaarden 6. Verlaten van een conflict. Je elders vestigen. Misschien een tijd rust nemen. En hier hebben we vraag om hulp. Dit is degene die jou gaat helpen. Er is iemand die je gaat helpen op het moment dat je inderdaad besluit om de situatie te verlaten met de zwaarde 6. En er kunnen nog wat obstakels op je pad komen, maar je wil conflict achter je laten. Daarover zit je in je hoofd.
met de zware 9. Je bent rusteloos, gestrest door die situatie. Je hebt het gevoel je te moeten verdedigen. Er is competitie. Maar jij staat voor waar je in gelooft. En je wil een gelijkwaardig geven en nemen in de situatie. En er gaat een keuze komen. Je gaat een keuze maken. Een keuze in de liefde. En dit kan ook staan voor een keuze uit twee. Je persoon gaat wellicht een keuze maken. Maar kijk, daaronder hebben we die zwaarde 3. Pijn, verdriet. En dit heeft ook te maken met een derde partij die betrokken is in de situatie. Dus kijk hoe het resoneert. Als het resoneert, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. Druk op die bel, zodat jullie mijn volgende reading weer kunnen zien. En ja, ik wens jullie heel veel succes in deze situatie. Een moeilijke situatie. Maar weet, binnen een paar maanden blijf volhouden. Dan zul je inderdaad elk probleem kunnen overwinnen. En dan kun je de bergtop bereiken die je graag wil bereiken. Durf om hulp te vragen. Maar weet, er is ook iets beters. Hadden we onder het dek liggen. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Heel veel succes. Een hele mooie maand juni en juli. En tot de volgende keer. Dag!